iedereen terug. Ik ga eerst nog een stukje in Recreatics tonen. Onze aparte werking, dus op basis van niet-verkoopprijzen. Ik ga dat even live demonstreren. Dus ik ga letterlijk mijn parameter gaan aanpassen. Dus in plaats van verhuurprijs gebaseerd op verkoopprijs, kies ik verhuurprijs niet gebaseerd op verkoopprijs. En ik ga opslaan. Het is natuurlijk een parameter, dus dat wil zeggen dat ik even moet afmelden en terug aanmelden. Voilà. Dan kom ik eigenlijk terug in mijn Recreatics en gaat die parameter geactiveerd worden. Wat is eigenlijk nu het verschil? Dus als ik terug naar mijn specifieke artikel ga gaan, ik ga mijn rookmachine gaan ophalen en ik ga het even open doen. Dan is er eigenlijk een verandering gebeurd op tabblad verhuur. Bij tabblad verhuur is er eigenlijk een verandering gebeurd. En wat is eigenlijk die verandering gebeurd? Het tabblad prijzen is erbij gekomen. Dus eigenlijk hier ga ik nu mijn prijs gaan bepalen. Dus ja, mijn verkoopprijs zit hier nog in, maar die gaat hij sowieso totaal negeren. En wat ga ik eigenlijk nu gaan bepalen? Eerst en vooral mijn eenheid. Dus kan bijvoorbeeld per minuut gaan verhuren, kan per uur, per dag of per week zijn. Het meest klassiek is natuurlijk per dag. En dan zeg ik ook de eenheidsprijs is gelijk aan de som van de verhuureenheden. Dus dat hij dat automatisch gaat meerekenen. Als je dat niet aanzet, gaat hij dat gewoon negeren. En gaat hij die setting niet gaan overnemen. Dus het lijkt eigenlijk redelijk logisch dat dat 1-op-1 is. Wat doen we daarna? Eerst is opslaan en dan in het eerste vak van mijn prijzen doe ik rechtermuisknop nieuw en dan ga ik eigenlijk hier gaan bepalen wat dat de verhuurprijs is. De bedoeling hiervan is dat we eigenlijk werken op basis van prijsgroepen. Dus iedere prijsgroep kan aparte tarieven gaan krijgen. Dus bijvoorbeeld, ik ga instellen voor mijn verenigingen en dan kan je kiezen met een datum. Dus bijvoorbeeld per jaar kan je gaan doen. Dus je kan gaan zeggen van 1 januari tot en met eind december. Voilà. En je klikt eerst opslaan. Pas als je opslaat, zie je dat bij details de kolommen tevoorschijn komen. En nu kan ik eigenlijk hier in die details al direct rechtermuisknop nieuw gaan doen. Wat ga ik eigenlijk gaan doen? Eerst ga ik de basisprijs gaan bepalen. Dus je ziet direct het vinkje basisprijs staat aan. De eenheid is 1. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van 1 tot en met 2 dagen eigenlijk. Ja. En dan ga ik mijn prijs gaan bepalen. Dat is dan bijvoorbeeld 75 euro. En zo kan je eigenlijk jouw eenheden gaan bepalen. Dus je kan dan echt wel gaan zeggen van kijk, vanaf 3 tot en met 4 is het dan bijvoorbeeld een stukje goedkoper en kunnen we dan bijvoorbeeld de prijs van 74 euro gaan bepalen. Maar met jouw tweede lijn kan je ook een korting gaan toekennen tegenover de basistarief. Dus eigenlijk is dan de bedoeling, als dan bijvoorbeeld als het langer verhuurd wordt, dan krijgen ze 5% korting op die 75. En zo kan je dan eigenlijk natuurlijk meerdere elementen gaan invullen en kan je dan eigenlijk daarmee gaan spelen. Dus eigenlijk op die manier wordt jouw berekening op een volledig andere manier gedaan. Dus we gaan wel over het item spreken, maar we gaan dan ook onze verhuureenheid per dag gaan laten rekenen. En hij gaat dan per dag gaan rekenen, dus van 1 tot en met 2 dagen 75 euro. Vanaf 3 tot 4 dagen krijgen ze 5% korting op die 75 euro en dan zo verder. Op het moment dat ik dat sluit, zie je dat mijn twee velden automatisch ingevuld zijn. Dus zowel eigenlijk bovenaan is er een ingevuld als ook hier onderaan. De bedoeling is dan dat je dat per juiste prijsgroep gaat invullen. Je ziet ook, prijsgroep is niet verplicht. Dus belangrijk misschien voor de mensen die geen prijsgroep hebben, om eentje te maken zonder prijsgroep. En dan eigenlijk hetzelfde systeem gaan toepassen als de klant geen prijsgroep heeft. Op wat moet je dan terug gaan vallen? Dus eigenlijk op die manier kan je er meerdere onder elkaar gaan steken met meerdere detaillijnen. En zo ga je jouw prijsberekening gaan doen.
Hierbij samenhangend heb je ook jouw toegelaten prijsgroepen. Dus ook hier ga je gaan bepalen welke prijsgroepen mogen het artikel gaan verhuren. Dus ook als je hier bijvoorbeeld zegt, ja, standaard verhuurprijs is niet toegestaan, ja, dan moet je die hier ook niet gaan insteken voor een prijs. Dus eigenlijk op een eenvoudige manier. We hebben maar één klant die eigenlijk met dit volledige systeem werkt. Want ja, natuurlijk heb je heel veel zaken dat je moet gaan instellen en gaan bepalen. En je moet dan echt wel heel grote overzichten hebben van jouw prijswerking en settings dat je wenst te gebruiken. Dus ja, dus dat is het alternatief. Ik ga het even terugsluiten. Ik ga de parameter terug naar standaard omvormen. Dus dat ik kijk naar de verkoopprijs. Voilà. Ik ga even terug afmelden en aanmelden. Even toch mijn artikel terug klaarzetten en we gaan dan eens overgaan naar onze webshop. Ik heb jullie de link al doorgegeven van de webshop, dus in het chatvenster kunnen jullie ook zelf bereiken. Op de webshop zie je een aantal settings bij mij. Je ziet bovenaan mijn module staat daar. Zonder dat ik ingelogd ben, kan ik op de module. Er staat hier ook een grote tekst, welkom bij de verhuurmodule. En je krijgt dan een overzicht van een aantal dingen die erin zitten. Dus eigenlijk materiaal dat beschikbaar is. Maar natuurlijk, hoe gaan we zo'n zaken gaan configureren? Dat doen we in onze webshop manager. Dus ik heb hier de trainingrecreatics.be/manager. En als ik dan eigenlijk naar mijn module van verhuur ga, en waarschijnlijk is mijn sessie, ja, juist vervallen. Smelt even aan, bovenaan bij andere modules heb ik mijn verhuurmodule en kies ik voor de instellingen. En daar gaan we een aantal configuraties doen. Eerst en vooral, de module is actief. Redelijk logisch. Die staat aan en is daardoor ook kunnen we die gaan gebruiken. Anonieme toegang, dat wil zeggen, zoals nu, ik ben niet ingelogd en ik zie de module. En bij verhuurmodule is het eigenlijk zo dat grotendeel van onze klanten werken met geen anonieme toegang. En voordeel hiervan is dat die module dan ook niet beschikbaar is en de klant eerst moet aanmelden tegen dat ze eigenlijk de verhuurartikelen ook gaan zien. Extra voordeel daarachter is bijvoorbeeld bij mijn rookmachine. Kan ik even demonstreren. Ik ga mijn artikel terug eens bijhalen. Bij tabblad verhuur toegelaten prijsgroepen. Ik heb de standaard verhuurprijs uitgevinkt aan enkel verenigingen. Dus ik ga ervan uit dat enkel verenigingen dat kunnen. Terug op de webshop. Dus ik zet anonieme toegang uit. Ik ga dit onderaan opslaan. Zodanig dat hij de nieuwe settings ophaalt, ga ik incognito even testen. Dus eigenlijk, op het moment dat ik nu op de webshop kom, zie je dat er eigenlijk geen verhuurmodule beschikbaar is. Dus je ziet activiteit, reservering, expositie, vouchers, maar niks van verhuur. Op het moment dat ik ga aanloggen, ga ik wel bijvoorbeeld als mijn individueel account. En dan zie ik wel de verhuurmodule tevoorschijn komen. Dus op het moment dat ik eigenlijk hierop klik op mijn verhuurmodule, dan zie je de artikelen. Maar we zien onze rookmachine nu niet. Waarom? Omdat ik eigenlijk als mijn persoonlijk account heb ik geen toegang tot die rookmachine. Als ik naar mijn profiel ga en ik ga inloggen met mijn vereniging. Voilà. En ik ga naar de verhuur gaan. Dan heb ik blijkbaar ook een technisch issue. Wacht, ja. Dan moet ik opnieuw uitloggen. Dan zou die met mijn verenigingsaccount het wel moeten zien. Tenzij dat ik weer gewisseld heb van prijsroepen. Ah nee, voilà, kijk. Dus eigenlijk nu met mijn individuele account, dus dan zie ik het materiaal wel en dan kan ik het wel gaan gebruiken.
Dus eigenlijk heel leuk, waardoor dat je bijvoorbeeld verenigingen voorrang kunt geven tot specifiek materiaal, omdat je weet dat zij dat gaan huren of gebruiken. En andere natuurlijk kun je dan eigenlijk bepaalde zaken achterhouden. Dus eigenlijk ja, de combinatie is gewoon anonieme toegang in combinatie met de toegelaten prijsgroep. Dus hier welke prijsgroepen en ook eventueel onbepaalde prijsgroepen. Dus als er geen prijsgroep is geconnecteerd, kan je die koppeling gaan maken. Naar winkelmandje navigeren naar toevoeging. Dus op het moment dat we artikel selecteren, gaat die automatisch naar het winkelmandje gaan. En dan kan je direct gaan afrekenen. Algemene opmerking activeren gaan we zo dadelijk even testen. De opmerkingen inschakelen kunnen we ook gaan gebruiken. Verwijzing activeren zullen we ook even tonen. En de gewenste hoeveelheid activeren kan ik ook gaan activeren of tonen. Dus dat zijn eigenlijk een aantal standaardinstellingen. En ook de selectie van periode. Vandaag plus 1 week, vandaag plus 1 maand, vandaag plus 6 maanden. Dus je kan hier zelf gaan kiezen wat dat de standaard zal zijn dat meegegeven wordt van de periode. Alsjeblieft, gebruik nooit vandaag, want de klant gaat altijd klagen dat er niks beschikbaar is. Gebruik ook niet deze week of deze maand, want dat heeft er ook redelijk veel problemen online dat bepaalde zaken niet beschikbaar zijn. Dus zeg altijd vanaf vandaag plus naar de toekomst toe dat je kan gaan werken. En dan eigenlijk een heel, heel belangrijke setting, de status van reservering. Ik heb die hier gezet op goedkeuren. Dat wil zeggen, iedere verhuurbestelling die gaat binnenkomen, moet nog goedgekeurd worden door het centrum zelf. Als je zegt nee, dat is altijd perfect goed bij ons ingericht, dan kan je gewoon ook gaan zeggen voltooid. En dan moet de klant natuurlijk online gaan betalen. Dus dat is eigenlijk het verschil. Voltooid is, klant doet het allemaal zelf, goedkeuren. Het centrum komt er nog even tussen en kijkt wat dat er moet even gecheckt worden. En dan een tweede belangrijke parametersetting, meerdere boekingen. Dus als er meerdere bestellingen gebeuren, wat moet het systeem gaan doen? Hij kan een bestelling bundelen in 1 order, dus alles in 1 order. Dus voor vandaag, voor morgen, voor overmorgen en voor binnen 3 weken zit hij allemaal in 1 bestelling. Bestelling altijd in afzonderlijke order, dat wil zeggen ieder item zit hier in een aparte order. Bestelling met verschillende verhuurperiodes in afzonderlijke orders, wat dan logisch is. Nu neem ik dat materiaal mee en dat smijten we allemaal in 1 order. Materiaal voor volgende week smijten we in een andere order. Of geen bestellingen toelaten met verschillende huurperiodes. Dus ik moet zeggen, 90% gebruikt altijd bestellingen met verschillende huurperiodes in afzonderlijke orders. Parameters even rechtstreeks tonen en wat er specifiek gebeurt. Als ik even incognito terugstart. Verhuur. En ik heb hier mijn artikel staan. Ik selecteer mijn artikel. En dan kunnen we natuurlijk praktische zaken gaan doen, zoals het artikel eventueel gaan bestellen. Op dit moment kan ik nog niet gaan bestellen. Op dit moment kan ik wel bestellen. Dus uw bestelling wordt onderaan direct geplaatst. Dus je ziet vandaag plus 1 week. Dus de klant kan hier zelf gaan kiezen wanneer dat hij wenst te gaan huren. Let ook goed op mijn kalender nu. Die rode dagen zijn mijn feestdagen. Dus hij houdt daar automatisch rekening mee. Hij gaat dat ook gaan tonen. Dus bijvoorbeeld voor morgen... Om 10 uur tot en met, nu niet de 25e, maar bijvoorbeeld de 21e, om 16 uur wens ik dit omroeptoestel te gaan gebruiken. Gewenste hoeveelheid had ik geactiveerd. Hier kan ik eigenlijk gaan vragen van ja, ik zou graag 2 stuks hebben. Ondanks, dat maximum 1 is ingesteld. Dus ja, persoonlijk, die gewenste hoeveelheid vind ik nu niet een topper. Want ja, de centra kunnen meestal toch niet voldoen. Tweede setting is mijn activiteit. En als ik daar eigenlijk op klik, dan krijg ik een drop-down. En drop-down is eigenlijk een aantal suggesties die in het systeem zitten.
En dat is eigenlijk een superleuke. Ik moet hier gaan weergeven waarvoor ga ik eigenlijk dit materiaal gaan verhuren. Is dat voor een beurs, is dat voor kermis, voor een karting, voor een themafeest en zo meer. Heel belangrijk, vergeet nooit uw anderen, hè? Want de klant heeft altijd een ander idee. Hoe maakt u die activiteit? Als ik nou terug naar Recreatics ga, bij verhuurinstellingen, en hier heb je verhuuroverzichten. Verhuuractiviteiten. En hierin heb ik eigenlijk 13 activiteiten ingestoken, telkens met het vinkje aan, visualiseer op website. Heel eenvoudig, ik heb daar een code aangegeven, dat wordt niet online getoond. De omschrijving wordt wel online getoond. Vinkje aanzetten, weergeven op website en opslaan. Moest de webshop in multitalen zijn, steek hier gerust de vertaling ook in. Dus dat kan altijd ingestoken worden, die vertaling. Heel belangrijk, ik heb er 12 online gezet en eentje intern. Die moet niet online getoond worden, dus voilà. En eigenlijk op die manier gaat mijn webshop hier die keuzes gaan tonen waarvoor dat ik het nodig heb. Locatie, waar zal ik dit artikel gebruiken? Dat is eigenlijk gewoon een invulveld. Bij concert van ABBA. Voilà. Dus eigenlijk ga je die praktische info hier gaan invullen en ga je zelf gaan typen. Dus eigenlijk ook wat dat je bepaalt hier op de webshop. Dus hier heb ik mijn algemene opmerking, mijn opmerking. Maar je locatie moet die altijd gaan geven. Dus dat gaat sowieso standaard inzitten. Daar kan je niet van onderuit. Opmerking, en dan hebben we onze algemene opmerking. Dus dat waren die twee velden dat we gingen gaan instellen. Dus een opmerking kan meegegeven worden, wat dat er ook nodig is. Let op, als je zo twee zo'n velden activeert, je gaat daar heel wat informatie zien. Klanten laten daar hele liefdesbrieven achter, geven daar van alle informatie in. En dat is natuurlijk niet echt zo praktisch in gebruik. En dan een nieuweke, dat is een nieuwtje sinds 751, die verwijzing. Die verwijzing, dus hier bij onze webshop manager, verwijzing activeren. Hierbij hebben we dus eigenlijk een soort verwijzingscode dat we kunnen gaan invullen. Dus dat je een specifieke code kunt gaan invullen die van toepassing is of die noodzakelijk is voor intern gebruik. Bijvoorbeeld een specifieke bestaalbon of zo, of een nummerke. En dat gaan we straks ook zien op onze bestelling. Onderaan krijgen we direct onze prijs, onze waarborg en natuurlijk de totale prijs. En op het moment dat we zeggen een winkelwagen, gaat hij alles in controle gaan uitvoeren. Dus hij zegt dan ook, er is een fout opgetreden. Het artikel moet minimum 1 dag en 0 uren op voorhand besteld worden. Dus heel goed opletten, en dat is het nadeel een beetje aan het systeem. Zorg dat zo'n informatie eventueel hier bovenaan staat in die lange beschrijving. Want als de klant pas eigenlijk op het laatste punt die check krijgt, is dat redelijk frustrerend dikwijls voor de klant. En is dat minder aangenaam om te werken. Dan gaan jullie meer klachten krijgen. Moment dat het in de winkelwagen zit, kennen jullie het principe al. Het wordt zwevend. Dus als ik dan ook naar Recreatics ga. En ik ga hier bij onze verhuur gaan kijken bij de visualisatie, overzicht zwevende. Dan zie ik hier mijn zwevende zitten, dus die gaat aftellen op dit moment. Zij staat nog op klant webshop locker, omdat ik nog niet ingelogd ben. En mijn levensduur gaat die ook automatisch gaan aftellen. Dus eigenlijk heel eenvoudig. Hij houdt hem vast, zodanig dat niemand anders dit item kan meenemen. Ik ga doorgaan. Op mijn webshop kan ik ook als gast afrekenen, maar ik ga even inloggen met mijn account. Moest je toch werken, niet met verkoopprijzen, maar met
ja, specifieke eenheidsprijzen, dan is het wel belangrijk dat de module ja, een soort achteruitgetrokken wordt. Dus dat de klant zich eerst moet aanmelden en dan pas eigenlijk de juiste prijs zichtbaar krijgt. Waarom? Anders kan de prijs eventueel op het moment dat het in het winkelmandje zit en er wordt ingelogd, herberekend worden tot eventueel een duurdere prijs. En dan is de klant wel redelijk ontevreden. En dat willen we niet. Ik ga direct ook mijn bestelling gaan afronden. Even mijn kaart zoeken. Ja, voilà. Ik ga rechtstreeks gaan betalen met InvisoPay. Dus ik kom even op de betaalsite uit. Ah. Voilà. Dan kom ik eigenlijk doorgeschakeld naar de banksite. Voilà. En op die manier is mijn bestelling gebeurd. Dus eigenlijk op een eenvoudige manier werd mijn bestelling doorgevoerd en is die eigenlijk direct ingeburgerd. Ja, heel belangrijk natuurlijk dat al die praktische settings goed gezet worden. Dus ook even mijn zwevende is weg. Voilà. Dus ja, probeer hier ook wel duidelijk een verschil te maken. Is het wel nodig om de twee opmerkingen tegelijk te gebruiken? Zo ja, zo nee. Die verwijzing ook staat standaard nu niet aan. Die gewenste hoeveelheid ja, vind ik ook altijd een beetje jammer. Als je ze maar zegt, het is maar één per keer. Moet je niet gaan zeggen van kom, we gaan hier andere zaken gaan toelaten. Opslaan. En ondertussen is mijn bestellingske binnen. Voilà. Dus de klant krijgt dan een mail natuurlijk met een overzichtje, met daarin ook bij een reservatiebevestiging. Dus dat is mijn Word-documentje van daarjuist. Voilà. En dus eigenlijk hierbij krijg ik dan de praktische gegevens van mijn verhuurbestelling. Dus zeker heel leuk en heel handig. Enige nadeel misschien is ja, dat dat een algemeen documentje is voor alle divisies. Dus ja. Welke settings kunnen we nog gaan doen? Wacht, ik ga eerst nog een keer tonen van die verwijzing. De verwijzing, als ik naar mijn overzicht van verhuurbestellingen ga. En ik had de bestelling. Voilà. Dat is voor morgen. Voilà. Dus eigenlijk... Wacht hoor, maar ben hier nu op de... Nee. Ik ben nu zelf aan het twijfelen. Wacht, ik ga gewoon naar mijn bestelling. Sorry. Ik ben nu gewoon vergeten wanneer ik bestelde. Ah, ja. Misschien ook in de juiste divisie zitten. Voilà. Voilà, dit is mijn bestelling voor morgen. Waar vind je alle informatie terug? Dus hier heb ik eigenlijk het veld opmerkingen. En op de webshop is dat algemene opmerking. Dus let daar wel mee goed op. Dat de algemene opmerking wordt gebruikt op de webshop, omdat die hier vooraan direct tevoorschijn komt. En dan de verwijzing staat helemaal van achteren bij Tabblad Diverse, zit die hier in de referentie. Dus hier wordt die dan weggeschreven en zou eventueel voor intern ja, facturatiesysteem of zo kunnen gebruikt worden. Maar het is nogal redelijk uniek ontwikkeld, moet ik toegeven. Het is voor de ene klant, dus daarom. heel belangrijk, wat kunnen we dan nog doen op de webshop? We kunnen onze visualisatie van de filter gaan doen. Dus net als in iedere andere module hebben we hier bovenaan een filter staan.
Die filter werkt op basis van wanneer dat je artikelen wenst te gebruiken, wanneer dat je artikelen wenst op te halen en terug te brengen. Je kan zelfs met verschillende artikelgroepen werken, dus op basis van muziek, geluid, licht, feestmateriaal, eventmateriaal, zo'n zaken. En dan ook op basis van de verhuurlocatie, waarbij dat je dan ook op de openingsuren kunt gaan nakijken. Dit is trouwens een nieuwe, dat het vinkje hierbij staat van openingsuren, of het, ja, het lijntje. Dus hij gaat die dan ook rechtstreeks gaan uithalen van de verhuurlocatie die eigenlijk ingesteld is en dat we in het begin van de les hebben gedaan. Het is zeker heel leuk en vul het daarom ook des te meer nog in dat de klanten kunnen rekening mee houden en even kunnen raadplegen waar dat ze de informatie terugvinden. Binnen onze parameter, dus die visualisatie van filter, kan je eigenlijk hier standaard gaan zeggen dat je moet openklappen. Je kan dan gaan filteren op basis van periode ophalen en terugbrengen, artikelgroep, verhuurlocatie. Je kan zelf ook de sortering gaan bepalen op basis alfabetisch of eventueel beschikbaarheid of eenheidsprijs. Toon niet beschikbare artikelen kan je gaan aanzetten, dus als het artikel niet beschikbaar is volgens actieve periodes. Ik ga sowieso gebruik maken van sluitingsdagen van het standaard magazijn. En ik ga ook gebruik maken van openingsuren op het standaard magazijn. Dus die heb ik eigenlijk alle twee aangevinkt. Als je dat niet wenst, kan je dat gerust ook altijd gaan uitzetten. Op het moment dat je het uitzet, zie je dat de webshop verspringt. En dan heb je eigenlijk de mogelijkheid om hier gebruikafwijkende tijden in te steken. Dus je gaat hier zelf afwijkende tijden gaan insteken. En dan kunnen we ook hier zelfs gaan bepalen, afhalen en terugbrengen op basis van afwijkende tijden. Dus je kan dan zelf hier andere uren gaan insteken. Waarom? Als je meerdere webshops hebt, kan je dat gerust per webshop gaan instellen en kan je daar een afwijking gaan doen tegenover de settings in Recreatix. Persoonlijk lijkt het mij redelijk onlogisch om af te wijken, want uiteindelijk, openingsuren zijn openingsuren en terugbrengtijden zijn terugbrengtijden. Dus daarin keuze dat je hebt, want het is natuurlijk Recreatix. Dus ja, sorry. Het moet natuurlijk gezegd worden. Dus eigenlijk dat zijn die settings naar die filters toe dat je kunt gaan bepalen en activeren. En dan, heel belangrijk, ga ik even direct naar de detail. Detail is eigenlijk het moment dat je op een artikel gaat klikken, kom je op een detailpagina uit. Dus wat moeten we hier zien? Wat willen we hier eigenlijk gaan zien? En hierbij gaan we natuurlijk die infovelden graag zien. Dus die zaken willen we tonen. Maar kunnen we hier ook die andere settings gaan bepalen? En dus hier kan je zeggen, kijk, ik wens alle 10 infovelden te zien. Dus geen paniek, als ze ook niet ingevuld zijn, worden ze wel niet ingeladen. Dus sta niet in info 5 dat leeg is. Dus dat toont hij sowieso niet. Maar als ze wel ingevuld zijn, gaat hij ze wel gaan invullen. En dan ook de waarde van het artikel kan getoond worden. Dus hier onderaan onze waarde van ons artikel gaat hij gaan ophalen. Dus op een eenvoudige manier. Dus die is eigenlijk wel heel leuk. En hoe meer informatie dat je kan geven aan de klant, hoe leuker. Dan even naar de historiek. Meestal valt dat daar zo'n beetje onder. Als we aangelogd zijn, kunnen we mogelijk gaan annuleren en kunnen we ook een annulatiereden gaan ingeven. Ja en nee. Persoonlijk raad ik het niet aan. Waarom? Als je dit aanzet, wil dat zeggen letterlijk, als een klant inlogt, kan die tot op de laatste minuut gaan annuleren. Nadeel is, het artikel kan dan niet aan iemand anders verhuurd worden. Terwijl dat er iemand anders zei van, Toeme, kan u eigenlijk wel graag dat materiaal had. Dus als ik aangelogd ben en ik ga naar mijn historiek en overzichten, dan kan ik hierbij gaan kiezen voor mijn gehuurde artikelen. En dan bij mijn gehuurde artikelen kan ik dan eventueel materiaal gaan annuleren. Let wel op, dus hij gaat hier alles gaan inladen.
Er zit hier niet echt zo'n chronologisch verhaal in. Dus je moet hier echt wel al gaan kijken van wat zit erin, wat niet. Dus ja, een beetje nadeel. Dus ja, als je de annulatie online laat gaan, ja, let dan wel op. Onze bestelling, dus het moment dat we daar juist aan bestellen waren, konden we onze periode tonen. Wat kunnen we nog extra gaan activeren, is onze datum ophalen en terugbrengen. En dan kunnen we hier gaan kiezen voor de activiteit, locatie, eventueel contactgezinslid. En je kan dan zelfs bepaalde zaken verplicht gaan maken, zodanig dat die zaken altijd ingevuld worden. Dus ik ga dat even opslaan. Dus dat zijn eigenlijk de volgende zaken. Voilà. Ik ga deze keer wel starten met in te loggen. Dus het moment dat je eigenlijk jouw artikel selecteert, je gaat jouw artikel gaan bestellen. Dus hier zie je mijn contact. Mijn contact is nu beschikbaar omdat ik ingelogd ben. Daarjuist was ik niet ingelogd en had ik dat ook niet beschikbaar. Activiteit zie je dat er een rood sterretje naast staat, dus het is verplicht. Locatie is ook verplicht, dus dan ga ik eigenlijk hier die vermelding gaan ingeven. Dus zeker leuk. Ook nu extra is, ik heb niet enkel mijn huurperiode, maar ik kan hier ook gaan bepalen, ophalen en terugbrengen. Ja, hou daar rekening mee dat de klanten zo'n zaken op de webshop altijd misbruiken. En dat dat niet altijd ten goede komt, want ze denken dan altijd zelf van ah ja, ik ga het dan gaan ophalen, ah ja, ik ga het dan gaan terugbrengen. Maar probeer dan ook te zorgen dat ja, dat mee in de prijs zit verrekend, eventueel dat zelfs per uur wordt gerekend of per dag. Dus ja, die mogelijkheden zitten erin. Je kan dat eigenlijk gewoon zelf hier gaan bepalen wat dat verplicht is, wat dat zichtbaar is en wat dat ja, van toepassing is. Dus zeker wel leuk om te gaan gebruiken. En dan onze e-mail van verwittiging. Dus als je intern een e-mail wilt sturen, vink je hier aan bij bestelling. Je zet hem aan op nieuwe bestelling en je vult het e-mailadres in naar de persoon die in kopie moest staan. Dat is eigenlijk een BCC, dus je kan daar jouw eigen e-mailadres zetten om alle verhuurbestellingen van de webshop te gaan opvolgen. En dan vooral belangrijk, een introductietekst. Bij mij staat het in koeien van letters, welkom bij de verhuurmodule. Maar daar kan je natuurlijk ook een heel interessante tekst gaan plaatsen met extra informatie omtrent de werking van de verhuurmodule. Ik heb gezien, Bette, in Eeklo staat er daar een grote brief. Ja, ik zal het een keer tonen voor Lynn. Wacht, die webshop. Ja, dat komt vanuit de sportdienst uit. Ik had vorige week een telefoontje dat daar heel in het honderd aan het lopen is. Dat staat hier op mijn briefje voor straks nog even te vragen. We zitten met prijsgroepen. Hè. En nu als je bij ons naar de webshop surft, naar de uitprintdienst, ja. Staat er daar overal 0 euro bij. Ja. En mensen denken allemaal dat het gratis is. Ah ja. Ja. Ik weet het. Ja. Ik heb dat gezegd van ja, met prijsgroepen werken. Ja, maar nee, maar ja, maar oh nee, en oh, dat is ingewikkeld. En ik haat Recreatex en ik kan er niet mee werken. En dan heb ik gezegd van ja, niet kunnen of niet willen is wel een groot verschil natuurlijk. Hè. Het probleem ligt hem gewoon aan het feit, want je werd uiteindelijk wel op basis van verkoopprijs en daaraan een prijsgroep gekoppeld. Wacht even. De Michelle. Ja, doe maar. Zie, haar wachtwoord verandert, jong. Dat is het. Maar ik heb nog alternatieven, hè. Ja, doe maar. Nee. Ja, het feit is eigenlijk, de module zou moeten niet anoniem toegankelijk staan. Dus hij moet hier eigenlijk onzichtbaar maken. En pas tegen het moment dat ze inloggen, komt de module tevoorschijn en automatisch zal die dan de juiste prijzen gaan ophalen. Maar dan moeten ze wel achterliggend allemaal een prijsgroep. Maar dan moeten ze achterliggend wel allemaal een prijsgroep toegekend zijn. Hè? En dat is niet zo. Hè?
bij ons. Ja, wel, toch wel. Ik ben vrij zeker. De individuen en zo, gaat dat ja. De prijsgroep hebben? Wacht even. We gaan een keer nog een eentje. We hebben toch nog wat tijd overal. 7511. Lin, volg maar mee. Ik zou zeggen, had er wel nog een paar trucjes uit leren misschien. Het feit is, zover dat ik weet, stond die parameter wel ingesteld bij jullie, hoor. Michel, vergeet zo'n dingen niet. Ja, nee. Maar ik, allee, ook al ben ik niet ingelogd, ik kan naar de uitleendienst gaan kijken. Ja, maar dat is gewoon omdat dat onderdeel actief staat. Onder welke divisie dat dan bent? Of maakt niet uit? Goeie vraag. Dat gaat onder alle divisie evenementen, jeugd en sport staan. Hè. Want die zitten in de uitleen. Die artikelen. Proberen. Die onder welke artikelgroep? Waarom zie jij het zwembad? Hier, PC-scherm. Flipover. Wat hebben we op de webshop staan? Nee, het gaat over banners en beamers. En... Ja, ik zie ze. Wacht, banner en beamer. Beamers. Voilà. Dus ja, hier, die staan beamer. Wacht, en we zijn bij de verhuurartikel. Als we de artikel gaan opendoen, tabblad verhuurjury, tabblad toegelaten prijsgroepen. Dus onbepaalde prijsgroepen zijn toegelaten en al deze prijsgroepen zijn toegelaten. En dan heb je hier telkens per prijsgroep je categorie. Maar wacht, let op, want het is hier effectief hadden er 2 aan 0 euro. Ja, maar dat klopt. Dat zijn werknemers, de mensen die de stadsdiensten, ik ga het zo zeggen, die kunnen aan 0, die kunnen gratis huren. Dus dat klopt wel, ze. Maar er staan daar ook nog categorieën allemaal in dat wij nu niet meer gebruiken. Het moet daar echt een keer een opkeuze in gebeuren tot en met. Eigenlijk wat dat er zou moeten gebeuren, is eigenlijk dat de module niet anoniem toegankelijk gezet wordt. Ik ga even ons account zoeken. Nou, zet ik daar ook in. Tabblad, prijsgroepen. En effectief, ik heb geen standaard. Ik heb wel standaard gekregen voor de reserveringen. Dus ik heb geen standaard gekregen voor de verhuur. Eigenlijk zou je een standaard moeten voorzien. Ik weet niet, wat zijn de standaarden? Het zijn die drie, de categorie 3. Dat is particulier, dat is volle pot. Ah wel, eigenlijk wat moet er gebeuren? Je moet dat je vragen anders aan Michel. Dat standaard wordt ingevoerd bij alle klantenfiches. Dat kan met een paar simpele... Dat kan met een script. Maar ik ga je tonen wat dat er moet gebeuren in je basisparameter. Dus in de basisparameter ga je moeten instellen bij je klanten. Dus adressen en dan tabblad prijsgroepen. Ga je hier bij de verhuring eigenlijk punt 3 nemen. En ga je hier zeggen categorie 3. Iedere nieuwe klantenfiche die gemaakt wordt, krijgt die. En dat wil zeggen in de toekomst dat er altijd alle klantenfiches, dankzij het script van Michel, dankzij die prijsgroep, dat ze eigenlijk allemaal dezelfde hebben. En dan moet manueel door iedere dienst gekeken worden bij een bepaalde klant. En ja, maar die krijgt een andere categorie. Dan ga je dat gewoon manueel gaan aanpassen. Zo simpel is dat. Ja.
Dus de manuele actie gebeurt dan enkel en alleen op basis van de specifieke zaken. Ik ga even tonen wat het verschil is. Als je de webshop hebt... wacht hoor, oké, ik ken die niet van buizen. Dit dan. Dus deze... Ja. Eigenlijk is het dan eenvoudig. We gaan in de webshop, uw verhuur en uw instelling. Hierbij gaat het dan zeggen, anonieme toegang ga ik uitzetten. Op een eenvoudige manier. Ik ga het nu een keer letterlijk live tonen. Ik ga het wel direct terugdraaien, geen paniek. Het is maar 5 minuten dat er iets raar kan gebeuren. Het moment dat ik eigenlijk de webshop nu ga opendoen, dan zie ik eigenlijk die module ook niet. Natuurlijk moet er dan wel hier iets van welkomsttekst voorzien worden dat het er bestaat. Ja. En dan gaat de klant zich gaan aanmelden. En eigenlijk op het moment dat ze zich gaan aanmelden, krijgen ze de uitleendienst wel te zien. Op het moment dat ze dan eigenlijk op de uitleendienst komen, gaan ze hier hun artikelen zien. En dan zie je onder andere, bijvoorbeeld nu bij de alcoholbrillen, komt mijn prijs eruit. Ja, 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 bij mijn Beamer komt de prijs eruit. Ja. En dat is eigenlijk het verschil van werking die er zou moeten zijn. En op die manier kun je ook gaan differentiëren, want... Allee, ik denk ook bijvoorbeeld dat niet alles voor iedereen van toepassing is. Dan kunnen we direct dat tweede luikje eraan schakelen en zeggen van kijk, dat is enkel voor de die, dat is enkel voor de die. Ja. En dat dus. Gaat heel onze inleidende tekst ook niet echt nodig zijn. Hè? Ja, ja. Hoe meer tekst dat je geeft aan de klant, hoe beter. Hè? Ja, maar ik heb dat gezegd. Ik denk niet dat de mensen dat lezen. Allee. Sommige wel, sommige klanten wel en sommige klanten niet. Maar die dan het zouden moeten lezen, die gaan het niet lezen. Ja, ons ja. Ekloos publiek kan wel een keer... Het is goed verwoord en het is allemaal duidelijk uitgelegd wat dat vrij goed is. Maar de link snap ik ook wel dat de mensen zeggen van ja, het staat daar 0 euro... Het is allemaal gratis, waardoor het dan ook weer veel annulaties waren, omdat ze dan toch een factuur kregen met de prijzen en al. Ze zeiden van, ja, maar het was gratis, betaal ik daar niet voor. Dus allee, dat was echt wel veel werk en dubbelwerk en al. Dus ik verstaat wel dat er daar iets moest gebeuren. Maar ik heb gezegd, ik heb binnenkort de opleiding en we gaan dan een keer, ik ga dan een keer extra bevragen. Dus ja. Ik zou dat eigenlijk op die manier gaan doen, zodanig dat je het eigenlijk offline gaan trekken. Ik weet dat jullie wel een echte, een volwaardige uitleendienst hebben. Ja. Maar dan nog, het blijft op gemeentelijk niveau en dan blijven er wel altijd die nuanceverschillen. De meeste gemeentes die één hebben, ben juist aan het denken, een heel leuk voorbeeld ook, webshow. Is een webshop van Hoogleden, een kleine gemeente in West-Vlaanderen. En ook zij doen aan materiaalverhuur. Maar op het eerste zicht denk je van, er is niks aan de hand. Tot eigenlijk op het moment dat je gaat inloggen, en dat weten de verenigingen ook, dan kan je daar gaan inloggen. En dan zie je direct je uitleendienst beschikbaar. En dan eigenlijk op die manier komt dat dan eigenlijk tevoorschijn. Dus eigenlijk zie je dan enkel erkende verenigingen kunnen gebruikmaken van uitleendienst. Ja, maar ik ben ook een erkende vereniging. Daardoor komt het materiaal tevoorschijn. Bij de andere komt het materiaal niet tevoorschijn. Ja. Dus op die manier kunnen we daarmee gaan spelen. En ik denk dat dat de beste manier is, de veiligste manier. Dus... Ik hoop dat dat opgelost wordt. Ja, dan vragen we een keer de tussenkomst van Michelle. Dat ze zei dan een keer in een paar bewegingsjes in orde. Want ik was me al aan het inbeelden dat ik manueel alle klanten ging moeten openen en alles manueel ging moeten aanpassen. Ik dacht van, oh jee. Nee, Michelle kan een standaard invoeren voor die prijskategorie. Dus allee, die prijsgroep kan ze zelf gaan toevoegen aan alle klanten die geen hebben.
De klanten die er al reeds een hebben, zijn natuurlijk degene die je al zelf aangepast hebt. En die kan ze natuurlijk in dat script overslaan. Ja. Dus ja, vraag dat gerust dan haar een keer en zij brengt dat wel in orde. Ja. Bijvoorbeeld, we zetten daar nu ook nog categorie, wat was nu weer, C of zo. Wij gebruiken dat niet meer. Dat mag eigenlijk ook allemaal verwijderd worden. Hè, want ik denk dat dat voor verwarring kan zorgen. Of... De categorieën dat niet meer gebruikt worden, dan die er gewoon uit mogen. Hè. We hebben dat met die een overstap hebben we dat nog laten staan, omdat er nog een overlap was. Maar nu wordt dat volledig niet meer gebruikt. Je kunt gerust hier een einddatum gaan in plaatsen. Of via Sidelco kan gewerkt worden met prijzen en badge. En kunnen daar prijzen opnieuw geïmporteerd worden met een nieuwe prijsgroep en dan overschrijft hij de rest. Ah, ja. Dus ja, maar Michel kan jullie daar zeker bij helpen, bij zoiets. Ja, oké. Merci. Nee, ik ga dat niet opslaan. Ik ga terug uit Eeklo. Ik ben terug bij mijn eigen webshop. Voilà. En we gaan terug naar Recreatics. We hebben eigenlijk een aantal settings al eigenlijk heel veel overlopen. Maar de meeste instellingen, dus eigenlijk de eerste instelling is natuurlijk jouw artikel. We hadden daar juist onze verhuurlocaties gekoppeld aan onze artikelen. Dus hierbij nog eens de verhuurlocatie. Vergeet niet, op een verhuurlocatie kan je gaan kiezen om dit te tonen op de webshop. Dus weergeven op website. Je kan feestdagen ingeven en ook een vakantiekalender. En dan ook die openingsuren dat je dan online kunt gaan tonen. Daarnaast hebben we ook nog onze extra boetes. Dus we kunnen hier een aantal standaard boetes gaan aanrekenen dat we kunnen gaan gebruiken in Recreatics. Ik heb een zevental boetes erin zitten. Eigenlijk is het zo dat we een aantal berekenwijzen hebben op zo'n boete. Hoe werkt dat? Je maakt gewoon een code, dat moet uniek zijn. Je geeft een omschrijving, dus bijvoorbeeld een algemene boete van €100 voor herstel. Je gaat de berekenwijze per stuk gaan doen, of je kan dan natuurlijk gaan variëren, bijvoorbeeld per dag te laat, plus nog eens opnieuw de huurprijs. Een extra bedrag dat aangerekend wordt per stuk, kan er iets gerekend worden. Huurprijs per dag, maal aantal dagen te laat. Dus ja, dat wordt dan een zeer dure bedoeling. En dan per week te laat direct de grote volle pot. Deze twee laatste zijn vooral eigenlijk voor de mensen die werken op basis van het prijsgroepensysteem. Dus de eenheidsprijzen en niet de verkoopprijzen. Dus begin er gewoon niet aan, het gaat maar raar werken. En toe rare dingetjes. Belangrijk als er een boekhoudkoppeling is, om eventueel toe te passen op een specifiek artikel. En ben hier terug met mijn artikel van daarjuist. Dat artikel bevat specifieke financiële informatie, zodanig dat het financieel correct weggeschreven wordt. Zo kan je eigenlijk een aantal standaard boetes gaan insteken. Dus ik heb er eentje voor te laat plus de huurprijs, een algemeen extra bedrag dat aangerekend wordt. Dus eigenlijk een aantal standaard settings dat ik er gewoon kan insteken. Kan je in de back-office en kan je in de kassa gaan gebruiken. Dus ja, Lynn, denk dat dat voor jou iets minder van toepassing is in de dossiermodule. Het is eerder meer naar het praktische. De verhuuractiviteiten hebben we daar juist ook gezien. Dus dat waren onze verschillende activiteiten voor online. Dus ja, altijd leuk om te gebruiken. En dan onze verhuuroverzichten. Hierbij kunnen we een aantal overzichten gaan maken. Bijvoorbeeld al het feestmateriaal. En die heb ik hier ook staan. Mijn rookmachine hoort daar natuurlijk ook bij. Dus als ik eigen een beetje naar beneden ga. Voilà. Waar is mijn rookmachine weer? Daar. Rookmachine. Ik neem mijn rookmachine. Ik gooi hem gewoon naar rechts. Voilà, hij komt hierbij. En dan zit hij in mijn feestmateriaal. Wat is dat eigenlijk, dat verhuuroverzicht? Als je niet werkt met verschillende artikelgroepen. In het overzicht van mijn grafische verhuuroverzicht. Heb ik hier mijn algemeen overzicht per artikelgroep.
Maar het tweede tabblad zijn mijn overzichten en kan ik hier alles gaan bekijken. Dus hier zie ik dan al mijn feestmateriaal. En in mijn feestmateriaal heb ik dan een duidelijke groepering. Zie ik direct ook alle reserveringen inzetten. En zie ik dan ook dat mijn rookmachine hierin staat. Dus heel handig in gebruik. Kan je een beetje zelf gaan personaliseren om vlot bepaalde zaken te gaan nakijken en ophalen. En dan zeker als laatste, vergeet zeker nooit die rechten per divisie. Dat is een klassieker. Ik heb 5 jaar en 7 maanden op de helpdesk gewerkt. En 5 jaar lang heb ik in oktober telkens dezelfde telefoon gekregen van dezelfde persoon. Ja, ik heb nieuwe verhuurartikelen gemaakt en ik zie ze niet op mijn webshop en ik zie ze niet in mijn grafisch overzicht. Het eerste jaar heb ik er een dag achter gezocht. Ja, het tweede jaar viel mij een frang al. Heb ik er 5 minuten achter gezocht en heb ik de mail van het jaar ervoor doorgestuurd. Het derde jaar heb ik weer dezelfde mail doorgestuurd en zo ben ik ieder jaar teruggekeerd. Heel eerlijk, vorig jaar in oktober had ik gewoon al in september het mailtje gestuurd. Vergeet niet je rechten per divisie. Want voortaan werk ik, want binnenkort werk ik niet meer op de helpdesk. En ze heeft toen geantwoord, ik heb een post-it aan mijn computer gehangen, dat ik het nooit meer vergeet. Dus. Maar het is wel heel belangrijk dat je die rechten per divisie gaat activeren. Ook dus naar je webshop toe, naar jouw eigen divisie toe. Je kent het principe, één keer aanvinken, het wordt rood niet toegankelijk, grijs, het is zichtbaar en toegankelijk. Maar kan natuurlijk niet verhuurd worden. Groen, het kan ook verhuurd worden. En dan vooral, vergeet niet op te slaan. Heel praktisch in gebruik. Voilà. Dus dat zijn eigenlijk de settings. Nog de laatste settings dat we nodig hebben en dat is onze kassa. We gaan sowieso onze kassa gaan prepareren. Dus via verkoop, instellingen, verkooppunten kom ik eigenlijk uit op al mijn verkooppunten. Beth, jij mag dubbelklik doen op kassa 1. Lynn, jij mag gerust dubbelklik doen op kassa 2. Dat zijn jullie eigen kassa's. En ik heb kassa trainer. Eerste zaak dat we gaan beginnen is eigenlijk de meest makkelijke. Ja, ik ga het artikel op mijn kassa plaatsen. Dus eigenlijk via het derde tabbladje kassa menu's heb ik hier een kassa menu training. Ik ga even dubbelklikken. Ik ga links naar de instellingen gaan. En dan, heel belangrijk, ga ik het artikeltje zoeken en op mijn kassa plaatsen. Dus dit is mijn kassamenuutje. Ik heb hier een submenu van verhuur. Ik ga even op dubbelklikken. En dan, klassieker is, hier aan de linkerkant zie ik mijn artikelstructuur. En ik ga op zoek achter mijn verhuurartikelen. Maar ik vind ze niet. Beste mensen, het zijn verhuurartikelen. Verhuur, dat verdient een eigen tabblad. Eigenlijk is het idee altijd zo. Is het een aparte module, dan heeft het een apart tabblad in jouw kassamenu. Dus helemaal hier onderaan heb ik mijn verhuur staan. Dus naast mijn extra functie. Daar heb ik al mijn verhuurmateriaal staan. En dan hier aan de linkerkant zie ik dan mijn rookmachine staan. Ik neem het artikeltje vast en ik plaats het op mijn kassa. Dus hier zie ik mijn rookmachine staan. Dan kan je natuurlijk nog altijd gaan pimpen. Dus rechtermuisknop. En dan kan je een ander kleurtje aan de achtergrond gaan geven. Kan je zelfs het lettertype ook in een ander kleurtje gaan plaatsen. Kan je het zelfs een beetje groter gaan zetten. En op een eenvoudige manier heb je jouw item erop staan. Welke extra functie kan je gebruiken? Dat is eigenlijk de knop rechtsbovenaan verhuurbestellingen. Dus hierbij naast verhuur heb ik mijn extra functie. En dat is eigenlijk een extra functie die hier in het midden staat. Verhuurbestelling kan je vastnemen en kan je erop zetten. Trouwens, een leuk weetje, vanaf 7.6 zal dit eindelijk alfabetisch gesorteerd zijn. Ik moet één keer een demonstratie geven waar dat de hele grote baas bij zit en daar een sarcastische opmerking van geven en dat wordt eindelijk geprogrammeerd. Dus daarmee, het komt eraan. Dus heel leuk. Artikel staat erop. Gewoon sluiten, sluiten en dat is al punt 1. Punt 2, tabblad verhuur. Voor onze verhuur op onze kassa te gebruiken, kunnen we een aantal settings standaard laten uitdraaien.
We kunnen afdrukken van onze bevestiging. Dus we kunnen zeggen, ja, dat moet altijd afgedrukt worden. We kunnen vragen of we negeren dat. Daarnaast kunnen we ook de afhaalbon gaan afdrukken en ook de teruggavebon. Dus heel leuk en heel praktisch. Heel logisch, klantverplicht. We willen toch weten aan wie dat we het materiaal meegeven en aan wie dat we het gaan voorzien. Dus ik zou zeggen, zet het altijd aan dat bij iedere verhuurbestelling onze klant verplicht is. En dan daarbij mijn verhuurlocatie. Dus welke verhuurlocatie ga ik gebruiken? Dus ik maak gebruik van mijn technische dienst en daarbij ga ik de juiste settings gaan kiezen. En hij gaat dus ook enkel de artikelen aanbieden van de technische dienst. Op vraag en tijdstip, afhaling en teruggave kunnen we hier ook gaan insteken. Dus ook net hetzelfde als de webshop. We kunnen gaan bepalen bij wanneer dat afgehaald wordt, wanneer dat teruggegeven wordt. En we kunnen dat direct gaan registreren. Maar ja, ik weet niet, het Belgisch logisch verstand zegt, als je dat nu bestelt, dan pak je dat nu mee. Ja, ik weet niet. Ik versta het nog altijd niet. Toelating om bestaande bestellingen te betalen. Dus dat we bestellingen klaarzetten bijvoorbeeld aan de kassa. En er is een kassa bij de technische dienst. En de technische dienst kan dan direct op bankcontact alles laten afrekenen aan de klant. Superhandig en superpraktisch. En dan verhuurartikelen toegevoegd via extra functie. Artikelen zoeken. Dus dat is eigenlijk een nieuwe functie die erin zit en die we dan vanmiddag ook even gaan demonstreren. Extra setting, want ik ben eigenlijk een zeer grote fan van de verhuurmodule op de kassa, ook voor back-office verhalen. Bij Tabblad Diversion staat sowieso in de rechterkolom oké-knop actief als reservering. Voordeel hiervan is dat ik gewoon een verhuurbestelling op mijn kassa kan klaarmaken. En zonder af te rekenen dat gewoon voor de toekomst is, staat klaar. En dan eigenlijk in combinatie met op Tabblad Verhuur toelating om bestaande bestelling te betalen, kan ik dan ook direct alles gaan betalen en afronden. Dus eigenlijk die twee combinaties hebben we. En dan eigenlijk op dat moment staat de kassa volledig ook klaar. Dus als ik dan ook klik op de knop kassa starten en ik ga in de kassa, start ik dan ook met een nieuwe dienst voor vandaag. Ik kom eigenlijk hier aan de linkerkant en dan heb ik hier mijn verhuur staan. Dus hier zie je dan ook mijn nieuw artikel staan, mijn rookmachine. Op het moment dat ik er ook ga op klikken, gaat hij alle settings en specifieke praktische vragen gaan stellen. Dus zeker heel leuk, heel praktisch. Wel belangrijk om te weten is, ik ga even terugkeren. Is als er ook met documenten printen gewerkt wordt, dat de printer wordt ingesteld. Dus via systeeminstellingen, printerinstellingen. Zien jullie mijn scherm nog? Want ik heb hier zo een rare flikkering gehad. Ah ja, oké. Voilà. Dus bij mijn printerinstellingen heb ik hier mijn printerverhuur. En dus ik heb hier nu een PDF-printer ingezet, maar daar kan natuurlijk ook een fysieke printer ingesteld worden voor het rechtstreeks gaan printen. Lynn, ja, binnen dossiermodule is dat natuurlijk minder van toepassing, maar ja, puur moest je apart materiaal eventueel verhuren, kan je dat dan wel gaan gebruiken. Dus dat zit er sowieso in. Voilà. Dan sluiten we. Laatste setting zijn een aantal verwerkingen dat we in ons systeem hebben. En een aantal verwerkingen dat we gaan gebruiken is onder andere eventueel de prijzen in batch. Prijzen in batch kan enkel gebruikt worden, want op het moment dat je het ook open doet, zie je het direct, als er wordt gewerkt met prijsgroepen. Dus heel belangrijk, hij gaat dan gaan kijken, identiek hetzelfde als bij de zaalreservatie. Ga je gaan zeggen, kijk, alle verhuurbestellingen die in het systeem zitten en die nog niet geboekt zijn, dan bijvoorbeeld vanaf 19 mei tot 29 augustus moet ik gaan verwerken, ga ik overlopen, gaat hij de nieuwe prijzen gaan ophalen. Vergeet niet, hierbij zit ook inclusief
blanco prijsgroepen. Dus als er toch niet wordt gewerkt met specifieke prijsgroepen, kan je ook dit gaan aanvinken. En Beth, dat zou een leuk alternatief zijn als je kan vragen aan Michelle dat ze jou leert om prijzen aan te passen met Sidelco. We hebben bepaalde klanten die dat doen. En dan eigenlijk via deze stap kan je dan in de toekomst dat zelf gaan leren. En dan kan je het eigenlijk gewoon gaan invoeren en doorvoeren naar de bestellingen die er al in zitten en die nog niet geboekt zijn. Wat zetten we er dan nog in bij onze verwerking? Ook eentje dat we terugkeren van daarjuist. Onze ongeldige verhuurperiodes in batch bijwerken. Dus die ongeldige, weet je nog, dat is wanneer mag je het niet terugbrengen, wanneer mag je het wel terugbrengen. Ik ga even nog eens mijn rookmachine erbij gaan halen. Voilà. Doe mijn artikeltje open en op mijn tabblad verhuur, had ik hier onderaan beschikbaarheidsperiode. Dus ik had hier de knop vandaag genereren, daar waren we allemaal blij mee. Maar bij ongeldige periodes, nu kan ik wel periode bewerken omdat ik er juist eentje gemaakt heb. Maar ik kan hier eigenlijk de eerste keer kan je het niet in batch gaan bijwerken. Meestal is dat verhaal ook globaal, met corona bijvoorbeeld. Wanneer komen ze het al terugbrengen, wanneer komen ze het al ophalen. En dan kun je echt wel hier gaan in batch gaan werken. Dus je gaat hier echt gaan selecteren per alle artikelen. Maar je kunt ook gaan zeggen, enkel voor die en die artikelen ga ik een afhaalperiode insteken van 19 mei tot 23 mei. Jouw patroontje kies je, bijvoorbeeld dagelijks weekdagen. En dan zeg je bijvoorbeeld, van 9 uur tot 12 uur. En dat zijn dan ongeldige periodes. Maar op het moment dat ik nu ga genereren, ga ik die periodes insteken. En die periodes mag ik dan niet gaan teruggeven, gaan afhalen. Hetzelfde doe ik dan in de namiddag voor teruggeven. En dan ga ik bijvoorbeeld gaan zeggen van kijk, vanaf 13 uur, wat dat overeenkomt aan mijn openingsuren. En ga ik dan ook gaan zeggen genereren en ga ik eigenlijk gaan teruggeven. Ja? Dus het is echt ongeldig voor het afhalen en dan ook ongeldig voor het teruggeven. Ja, je kunt het ook anders noemen. Nee? In plaats van ongeldig voor het teruggeven, is dat geldig voor het afhalen. Verstaat het? Daarom de woordwissel. Wat kan je ook hier doen? Je kan hier periodes aanmaken, maar je kan ook periodes gaan verwijderen. Dus stel nu toch voor dat je per ongeluk een foutje gemaakt hebt. Je kunt ze hier altijd gaan verwijderen. Dus geen paniek. Altijd ademen. Dus als ik eigenlijk hier nu gewoon zeg periodes aanmaken, ik klik op genereren. Voilà. Ik ga nu bijvoorbeeld eens even in mijn Crockett-spel gaan kijken. En ik ga naar mijn Crockett-spel in detail. Verhuur, ongeldige periodes. Voilà. En, dus dat is een ongeldige periode. Tussen 1 uur en 16 uur kan ik niet gaan teruggeven. En eigenlijk op die manier kan je er zelf mee gaan spelen. Stel nu voor dat het toch een foutje was. Zeg dan oké, periodes gaan verwijderen. Ik weet het, het woordje blijft onderaan hetzelfde. Hij zegt genereren. Voilà. En de periodes worden verwijderd. En dan kunnen ze in plaats van teruggeven, afhalen. En als we nu naar het artikel gaan kijken. Ik ga naar het tabblad verhuur, ongeldige periodes. Zie je dat die ook weg is. Dus geen paniek, je hebt altijd de volledige controle. Test het altijd een keer gewoon. Beschikbare periodes in batch aanmaken. Dus dat was op ons eerste tabblad van verhuur. En hier kunnen we echt wel gaan zeggen, kijk, wanneer is een specifiek item beschikbaar? Dus we zeggen tussen een specifieke periode. En dan kan je zelfs weekdagen bijvoorbeeld gaan aanduiden. Kan je uren gaan aanduiden. Selecteer je jouw de artikelen en dan kan je onderaan gaan zeggen genereren. Maar ook hier is de knop verwijderen aanwezig. Dus ook weer hier, als je een foutje maakt, geen paniek. Je kan hier altijd zelf weer opnieuw gaan zeggen van oké, eerst wel geen uur invullen. Voilà. Hop. Genereren. Er werden 10 dagen aangemaakt. 0 dagen waren er reeds aangemaakt. Dus ook omdat ik... voilà. En dan eigenlijk hetzelfde kan je ook weer gaan doen. En kan je ze opnieuw gaan verwijderen. Voilà.
Dus je hebt altijd de volledige controle. Je moet dan niet lijn per lijn op het artikel ooit zitten, foefelen en lijn per lijn gaan openen. Want ja, ik heb ooit al een keer iemand had die ook gebeld. Ja, ik heb er hier een ja gemaakt voor 4 jaar lang. Moet ik het nu alle dagen voor 4 jaar lang wegdoen? Nee. Die batchwerking zit erin. Dus hier, rechtermuisknop in detail. Ja, verwijderen en dan madame kan wat bezig met dat te doen. Ja, dat was natuurlijk niet de oplossing. Dat is altijd leuk hoor. Als je het zo met je uren doet, hè, dat betekent dan bijvoorbeeld, is dat dan dat ze kunnen huren tussen 10 en 16 uur? Dus dat betekent dat een artikel bijvoorbeeld niet overnacht bij de klant kan blijven, of wel? Jawel, je kunt het wel overnacht gaan maken. Waarom wordt het meest gebruikt? Het wordt eigenlijk meer gebruikt om een aansturing te doen naar winter-zomermateriaal. Bijvoorbeeld, ik heb hier een starshade, dus zo'n tent, zo met een ster, zo met een toep. Wel, in de winter gaan we dat niet verhuren. En dan ga ik bijvoorbeeld mijn beschikbaarheidsperiode enkel in de zomer doen. En dan dikwijls doen we de uren van 0 uur tot 23:59. Dus dat wil zeggen dat dat overnacht kan. Maar je kunt ook bijvoorbeeld materiaal gaan doen, zoals een speelkoffer bij een jeugddienst, die enkel maar beschikbaar is in de namiddagen. En dat is dan de woensdagnamiddag bijvoorbeeld, en de zaterdag en de zondag. Dus op die manier kan je het wel gaan instellen. Ja, maar ik denk, ik had eens bij mijn verhuurartikelen inderdaad ook zo zo echt in het verhuurartikel zelf bij het artikel te maken. Ja. Dagen gegenereerd en dan ook zo. En daar was het wel zo dat je inderdaad zo van 00 tot 23:59 deed. En dan kon ik mijn verhuurartikelen in mijn dossiers niet overnacht bijhouden. Maar dat hebben we opgelost met inderdaad één grote periode te maken van jarenlang. Technisch gezien is het zo, binnen de verhuurmodule kan je het overroelen. Maar omdat je vanuit de dossiermodule zit, gaat die overroeling niet. En daardoor effectief gaat die wel rekening houden met die dagen, die daagjes. En valt die 1 minuut weg, of allee, die 1 seconde. Dus ja, dan zou ik eerder weken gaan maken en periodes gaan zeggen van kijk, van 1 juli tot en met 31 augustus. Dan van 0 uur tot 23 uur. En dan gaat die gerust heel die periode mee kunnen gaan reserveren. Maar dat is... Dat komt om door de dossiermodule. Ja. Ça va. Oké, top. voilà. Dat waren alle settings die we hebben. Alle mogelijkheden en variantjes. Sowieso van deze namiddag gaan we de praktische zaken gaan bekijken. Dus we gaan alle mogelijkheden gaan zien. Kassa, webshop nog eens doorlopen. En we gaan daar alle simulaties in gaan doen. Ik weet niet, waren er nog extra vragen? Ja, ik had er nog eentje, daar juist bij, zo het verhuurgrafisch overzicht. Ja. Ik heb laten zien, in plaats van artikelgroepen overzichten. Ja, daarnaast. Hoe kwam je bij die overzichten? Wacht, ik heb mijn grafisch overzicht openstaan. Dus hier hebben we nu mijn artikelgroepen. Ik ga het een beetje groter zetten. En hierachter heb ik mijn overzichten staan. Als je dat niet bij jou... Zie je dat bij jou niet? Ja, ik had het eens geprobeerd op mijn persoonlijke. Ja. En daar staan geen categorieën onder over overzicht. Dus ja. De vraag is eigenlijk, hoe maak ik die categorieën? Via verhuur, instellingen, verhuur, overzichten. Dus de vierde lijn is dat. Ja. En hier bij verhuuroverzichten kan je de verschillende overzichten gaan maken. Okay. Ik heb hier bijvoorbeeld eentje van EHBO staan. Dus dat heeft een code, een omschrijving. De standaard duurtijd, dus een interval van 60 minuten. En aan de linkerkant neem je jouw artikel, je gooit het naar rechts en dan valt die mee in dat verhuuroverzicht. Heb je per ongeluk een foutje gemaakt, kan je het altijd naar de andere kant plaatsen. Of heb je bijvoorbeeld bij het feestmateriaal hebben we meerdere artikelen. Maar bijvoorbeeld die rookmachine is super populair. Die staat nu wel op positie 12. Kan ik die zelfs naar boven gaan plaatsen. Voilà, dat die als eerste staat. En dan eigenlijk op die manier, als ik terug mijn grafisch overzicht ga openen.
Bij mijn feestmateriaal zie je nu dat mijn rookmachine bovenaan komt te staan. Dus eigenlijk op die manier kan je het gaan toepassen. Ja, oké, okay, super. Duidelijk. Opnieuw logisch, maar als je niet weet waar je het moet gaan zoeken, dan kun je echt lekker bezig zijn. Dat is normaal, dat is normaal. Ja. Dus ja. Kijk, had je nog vragen, Lynn? Nee, voor mij is duidelijk. Oké, okay, dan gaat hier weer zo vlot in bed. ik heb ook wel het voordeel dat jullie beiden dezelfde werking hebben. Meestal zit er nog een keer één in de groep die de andere werking heeft. Dan mogen we daar nog een aantal simulaties in doen. Dus daardoor. Ik ga deze teamsessie afsluiten. Jullie krijgen wel al sowieso het eerste mailtje met de handleiding. En de tweede sessie start om 1:30 uur. Je mag gerust Recreatix laten openstaan. En de teamsessie, het is een tweede sessie. Dus we starten in een andere sessie. Oké, okay, super. Tot ziens dan. Oké, okay, tot ziens. Salutjes. Yes.